Door de komst van nieuwe materialen en technieken zijn veel ambachten verloren gegaan of geautomatiseerd. Maar dat geldt uiteraard niet voor alles. We zien ook dat oude ambachten, zoals glas in lood, veranderen en waar het kan zelfs moderniseren. Ik denk dat glas in lood echt een ambacht is, omdat nog heel veel dingen met de hand worden gedaan. Er worden wel wat vernieuwingen toegepast met apparaten, maar alles wordt eigenlijk zoals vroeger gedaan. Dus je hebt een plaat glas, daar snij je een deel van uit. Dat ga je vervolgens schilderen, allemaal met de hand. Vervolgens ga je het branden, dus daarom heet het ook gebrand schilderd. Als het gebrand is, wordt het in lood gezet en dat wordt ook nog steeds in onze tijd op dezelfde manier gedaan. De vernieuwing zit hem vooral in het traject ervoor, dus in het ontwerp van glas en lood. En verder ook het inmeten. Dus dat gaat nu tegenwoordig digitaal en met de computer, waardoor alles veel exacter is en ook later weer oproepbaar is. Dit is het digitale meetapparaat. Dit kunnen we meenemen naar de locatie. Op de locatie kunnen we dan meten waar het glas en lood in moet komen. De voordelen van dit apparaat is dat het zuiver werkt en dat het heel snel is. We pakken de meetpen, we lopen naar het raam toe. We pakken een beginpunt, we drukken op start met de afstandsbediening en we nemen de omtrek van het raam. Het apparaat registreert nu de lijn die ik trek. En zo heb je dus het raam in het bestand. Door nieuwe technieken kunnen we dingen die we vroeger met de hand deden en veel tijd kosten, veel sneller en efficiënter uitvoeren. Ik verwacht dat glas en lood in de toekomst eigenlijk nog steeds er zal zijn. Vroeger had glas en lood een oudbollige sfeer en kerkelijke sfeer. Maar er zijn zoveel projecten tegenwoordig die zo indrukwekkend zijn, ook in openbare gebouwen, dat ik daar zeker een toekomst voor zie.